Welkom hier in de prachtige Slotseist. Voor heel veel media die dachten van oké, gaat hij er dan echt een eind aan breiden omdat het Slotseist heet. Dat is helaas niet waar. We zijn net begonnen. Maar u bent getuige van alweer een, ja, wederom een hoogtepunt in mijn leven. Een nieuw cd. Ik heb even gekeken in het archief. Die is inmiddels vrij dik, kan ik u vertellen. Maar dit is de 22e cd. Mijn hemel, wat een werk. Zo geen zin in. Maar goed, we hebben het toch weer voor elkaar gekregen. Vraag me niet hoe, want het waren de afgelopen maanden een paar roerige maanden, kan ik u vertellen. Met heel veel hoogtepunten, maar ook heel veel dieptepunten. Daar is eigenlijk deze hele cd op gebaseerd. En ik kan echt zeggen, dat na kon ik maar even bij zijn, dat dit echt het allermooiste liedje is wat ik ooit heb opgenomen. En het is Ken Je Dat Gevoel. Woestijnen laten bloeien, vulkanen laten zwijgen met jou hier aan mijn zij. Samen golven tellen, totdat de allerlaatste angst is weggespoeld. Ken je dat gevoel dat een boek speciaal voor jou geschreven is? Het verhaal ben jij, elk woord ben jij. Je eerste exemplaar van je album Liefde Overwint Alles. Oh, zal ik hem even uitpakken? Ja, dat lijkt me leuk. Ja. En de producers, misschien kunnen die ook op het podium komen. Pieter van Schoten en John Deerne. Zolang jij maar naast me staat. Je zegt wat heeft het voor zin. Deze mannen had ik al eerder genoemd, lieve mensen. John Deerne, deze grootheid, en Pieter van Schoten. Pieter heeft samen met René Schuurmans de hit geschreven, Kom en zeg erbij. Dus eigenlijk mag René er ook nog wel even bij. Kom er even bij, René. Ja. René Schuurmans, neem zich even een applaus. Een van de medeschrijvers van Kom en zeg erbij. En Adrie Berk, wil ik even naar voren van de platenmaatschappij. Adrie, lieve mensen, geef hem een applaus. De meneer van de platenmaatschappij, deze is voor jou. Je hebt je verdiend. Kom even Eva, even gezellig hier. Hij is vanaf aanstaande vrijdag officieel te verkrijgen. De komende week gaan we nog heel veel promotie doen, waaronder een hele eigen koffietijdshow aanstaande vrijdag. En een optreden bij Edwin Evers, live met band. Kortom, het wordt weer een hysterische week. En jij in ieder geval bedankt dat je dit hebt willen doen. Geef ze een groot applaus aan producers John Deerne, Pieter van Schoten, Adrie Becker en René Schuurmans, hartelijk bedankt. En iedereen nu allemaal feest vieren. Hapjes en drankjes, it's all on me. Dankjewel! Kom eens dichterbij, kom eens hier bij mij. Kom eens bij me staan, dicht tegen me aan. Kom eens dichterbij, kom eens hier bij mij. Wil dat jij me wil, alles wat ik wil. Oh, dat ben jij. Dat ben jij. Liefde overwint alles. Het nieuwe album van Gordon. Inclusief het duet met Gerard Joling uit de serie Even Geen Cent Te Makken. Want als je alles hebt gehad, Liefde overwint alles. Dat is wat liefde doet. En de nummer 1 hitsingle Kom eens dichterbij. Een schitterend nieuw album van Gordon. Haal hem nu in huis.